Chiara Willocks. We zijn hier vandaag in Westerlo, in het Kuipje zelfs. Jullie mochten hier spelen tegen Club Luik. Hoe is het gelopen? De eerste helft liep een beetje stroef, maar ik denk dat we de tweede helft wel laten zien hebben dat we de ruimtes wel goed konden benutten en dat de tweede helft wel van een beter niveau was. En dat zijn ook, kan je ook wel zien aan de cijfers. Ja, jij scoort de doelpunten. Je hebt er opnieuw veel gemaakt dit seizoen. Opnieuw kampioen ook. Bij Tiene, bij Conte, nu bij Westerlo. Hoe voelt dat aan, zoiets? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Hè? Ik denk als je veel doelpunten kan maken, je kan je ploeg daarmee helpen. En de kerst op de taart om dan kampioen te spelen, ja, daar kan eigenlijk alleen iedereen aan dromen, denk ik. Ja, en nu jullie mogen naar de Super League. Hoe voelt dat aan? Ja, ik heb vorig jaar bij Genk in de Super League gespeeld. Nu was dat een stapje terug, maar ik ben blij dat we terug een stap hogerop kunnen om terug op het hoogste niveau te spelen. Ja, en jullie, de ploeg blijft zo goed als bijeen, dus komen mensen nog bij, heb ik gehoord. Hoe zie je het verhoog? Ik denk, wij zijn een hele hechte ploeg. Ik denk dat wij wel eens misschien een underdog gaan zijn, maar ik denk als we vechten voor elkaar, dat we ver kunnen geraken. Ja, en vanavond nog flink wat feest vieren? Ik denk dat ik daar heel zeker van mocht zijn. Oké, dikke proficiat. Ja. En succes voor het vervolg. Dankjewel.